Amerika en hij wordt internationaal, hij gaat de bioscoop in. Dus hij komt in de bioscoop, de 28e gaat hij in de bioscoop. We geven ervoor nog een voorstelling voor de daklozen en thuis een daklozen van Aardigheid met Carrie en Sander de Kramer. Dus ons sociale gezicht als filmmakers. Iedereen die in de stad iets doet, vinden we voor de Aardigheid doen. Dat doen we de 21e, daarna gaat de film de wereld door. En wat erg interessant is, dat de film dus, we zijn erg trots dat we op een rijke keer Rotterdam met zoveel Rotterdammers hebben kunnen maken. Met zo ontzettend veel, er zijn bijna 80 mensen bij betrokken geweest. En dat hebben we toch voor elkaar gekregen, zo'n grote productie. We zijn natuurlijk trots dat het natuurlijk een Oscar-entry is, een officiële Oscar-entry. We zijn helemaal, helemaal blij dat het een Hollywood remake is. En wij zitten ook in de rechten, dus wij delen ook daar niet mee. En we zijn ontzettend blij mee. En het is officiële selectie van het festival. Dat is heel bijzonder. Ik vind dat hij ook hier hoort in film. Rijk van Rotterdam hoort in Rotterdam met de première te gaan. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat hij officieel geselecteerd is. Maar we zijn ook blijer dat we dus eigenlijk de mooiste plek hebben gekregen op zaterdagavond. De grootste zaal. En heeft het festival